Hallo, ik sta hier vandaag bij Philippe en Albert. Maar wacht eens, dat zijn niet echt Philippe en Albert, dat zijn maskers. Gefopt, wij zijn de uittesters. En we zijn hier vandaag om de ganse feesten uit te testen. Vandaag komen we kijken wat hier precies te doen is voor kinderen of jongeren tussen 10 en 15 jaar. Ik heb een vraagje. Wat denk jij dat er allemaal te doen is voor kinderen van jouw leeftijd? Optredens en... Ja. Wat is er eigenlijk vandaag allemaal te doen voor jongeren tussen 10 en 15 jaar? Van alles. Maar bij ons op het Jeugdcircusfestival kun je een aantal optredens bekijken. Circusoptredens uiteraard. Dat is eigenlijk voor alle leeftijden. Zowel voor kleine kindjes als voor 10 tot 15 jarigen. Als voor de mama's en de papa's en iedereen eigenlijk. We hebben gehoord dat er in de Spiegeltent op het Bouwde Loof een drumworkshop is. Wij gaan iets uittesten. Kom maar mee. Wat gaan jullie hier straks doen? Zo dadelijk gaan we hier een workshop slagwerk geven. En die workshop die houdt in dat iedereen gewoon hier kan komen meetrommelen op de emmers en de metserskuipen en het bouwmateriaal. Zodat we eigenlijk in totaal een nummertje kunnen maken met iedereen die dat wil eigenlijk. Dus ja, pure beginners tot gevorderden eigenlijk ook wel. Hè. Ja, de kinderen en de ouders, iedereen mag meedoen. Waar Batta Batta is? We zijn ook op zoek. We hebben een aanduiding gevonden tot hier, maar nu zijn we spoorbijster. Ik denk dat je naar daar moet gaan, het water volgen en dan ergens naar links, denk ik. Ja, we zijn er. Tijd om Batta Batta uit te testen. Wat gebeurt hier precies? Batta Batta. En wat houdt dat precies in? Hier vind je dus een authentiek Gents grasveld in Batta Batta-stijl. De eerste safari hier. En is het hier ook leuk om met kinderen en jongeren te komen? Of is het vooral volwassenen? Nee. Alle soorten zijn hier uiteindelijk welkom. Zeker de minderheden zijn hier van harte welkom. Soortgenoten worden normaal gezet samengezet in de desbetreffende kooien. Aangewezen voedertijden. De nootjes kunt je daar verkrijgen. Oké, maar wees voorzichtig, op de paden blijven. Batta Batta! Zo, ons Gentse feestelijke weekend zit erop. En nu gaan we wat verkoeling zoeken bij een ijsje. Nog veel plezier op de Gentse feesten allemaal.